Nou, we zijn al druk bezig. Uh, op het moment loopt er een hele grote optocht uh, van versieren fietsen met kinderen uh, door het dorp heen. Ik heb even geteld: nou, het zijn een stuk of 70, dus dat is knap. Uh, die, die komen straks weer terug op parkeerterrein bij uh, de school, en er worden de prijsjes uitgereikt. Ja. ja, en hebben jullie straks ook nog een kleedjesmarkt? Um, hoe gaat dat plaatsvinden? Kleetjesmarkt uh, kleedjesmarkt die vindt hier plaats rondom het uh, terrein van de Koosis. We hebben hier een hekwerk omheen. Uh, daar zetten we allemaal vakjes in uit. En dan kunnen kinderen dan met kleedjes gaan zitten. En uh, ja, dan kunnen mensen langslopen. Dus is uh, een hele sliert van uh, kleedjes, zeg maar, met spulletjes die te koop aangeboden worden. Yeah. En uh, hoeveel uh, mensen hoopt u dat hier komen? Of ik moet te zeggen, een paar honderd zou mooi zijn, denk ik. Dat moet kunnen. Moet kunnen, denk ik. Het is mooi weer, dus ik verwacht wel een, een beetje opkomst. Ja. En uh, los van de fietsenoptocht en de kleedjesmarkt, uh, organiseren jullie daarnaast ook nog andere evenementen? Uh, nou, vandaag hebben we hier op het terrein uh, van Koos, is het binnenterrein, alvast een grote tent klaargezet. Er staat uh, vanaf drie uur speelt er een big band. Dan hebben we ook een uh, bar open met een glaasje wijn, glaasje bier, uh, frisdrankje. En uh, nou, vanaf één uur zijn we er ook op Nijburgs Plots, dat is het pleintje hier op het terrein, er staan ook kraampjes waar uh, activiteiten voor kinderen zijn, schminken en uh, knutseldingetjes. Nou, er worden hamburgers gebakken, we hebben popcorn. We hebben een dj die de boel een beetje entertaint, dus het uh, moet een mooi feestje gaan worden. Ja, dus al met al een hele gezellige bende bij elkaar zeg maar. Ja, en het, nou, we doen het zo. Het moet voor jong en oud moet het gewoon leuk zijn. Dus het uh, gaat vast lukken. Ja, en was de voorbereiding ook heel veel werk? Uh, nou deels, uh, een beetje lastig, ja, daar kom ik weer met mijn met vaste verhaaltje aan, dat we gewoon weinig vrijwilligers hebben. Dus uh, uh, met een paar mensen hebben we heel veel moeten doen, maar aan de andere kant, het concept ligt er wel. Uh, we doen het niet alleen als dorpsbelangen. Uh, Stichting Hartsteed doet ook mee, die staan hier ook met een aantal dingen uh, op het terrein. Dus uh, nee, al met al de draaiboeken liggende, dus uh, is te doen. Ja. <laughs> ja. Ja, hopelijk op een hele gezellige dag. Ja, dankjewel. Ja. We hebben er zin in. We hebben er mooi weer bij uh, beter dan wat we verwacht hadden. Dus het uh, wordt vrolijk.